Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Kuş pazarındayız. Bugün birkaç tane soru soracağız. Yeni ilaçlar gelmiş. Mesler. Hagi, vraag je? Geldi arkadaşımız. Chef, ik wacht op je. Ja, wacht op mij. Ja. Ik wil informatie over deze medicatie en hoe het gebruikt moet worden, waarvoor het is. Ja, voor de vogels is dat, hè? Ja, ja dat snap ik ook wel. Voor bijvoorbeeld de vogels. Supermedicijn bijvoorbeeld, waarvoor is dat? En, supermedicijn. Wat is dat? En de vogels, als de vogels dik zitten en je geeft ze supermedicijn, dan zijn ze met 2 dagen weer... Als ze dik zijn? Op, ja, een beetje dik kan zitten. De anaboskas bijvoorbeeld. Ja. Arkadaşlar, şişkinlik için bu ilacı veriyorlarmış. Ja? Die daarnaast? De supermineralen. Dat hebben de vogels gewoon 1 keer in de maand even nodig. Bu da mineral arkadaşlar. Bu da hepsi yani. Alles die ze nodig hebben. Zeg maar supermineraal. Blijven ze goed in balans. Ja, bu normalde. Sağlıklı kalabilmeleri için. Als ze wat gegeten hebben, dan verkeerd gegeten hebben, dan deel je dit. Arkadaşlar, bu da normalde yanlış bir şey yediklerinde. Tegen schimmels. Schimmels. Salmonella, streptokokken. Salmonella, hastalığı için, her şey için arkadaşlar yanlış bir şey yediklerinde. En wat bedoelt u met verkeerd gegeten? Bijvoorbeeld, hoe heet dat? Wat verkeerd gepakt hebben. Bijvoorbeeld zoals muizen. Muizengif. Ja, normaal de sichanzeren, of de... Schimmels, schimmels in het boer, schimmel. Oké, okay, normaal de... Bacteriën. Ja, arkadaşlar, duyuyorsunuz. Dus voor de bevruchting. Normaal de şeytje. Eieren beter bevrucht. Döllendirmede arkadaşlar bunu kullanıyorlar. Bu daha iyi döllenmeyi sağlıyor. Als ze dun op de mest zijn, coccidiose. Dun op de mest. Dun op de mest. De uitgang zeg maar. Water. Mest als water. Diarree zeg maar. Diarree. Arkadaşlar bu normalde kuşlarınız dışkıları sulu olduğu zaman kullanılan. Luchtpijp, meid. Bu da normalde havalandırma. Ze het benauwd hebben. Nefesleri daraldı mı? Yani havalandırmada şey boğazlarındaki şey, tıkanıklık için. Ja, dit is van de Nederlandse pest, is dit? Ja. Eivoermix. En dat is? Vuur worden van het eivoer. Schoon van... tegen het vuur worden van het eivoer. Eivoer in goede conditie houden. Dus gewoon van eigeel wordt het gemaakt, ja. Bij wijze van door spreken. Door het eigeel. Door de eigeel heen. Dit moet het gemixt worden. Gemixt, ja. Rijk arkadaşlar, yani bunun içine karışım yapıyorlar. Bravo. Bu da yumurta sarısı diye tabirlendiriyor bu. Çevirmesi biraz zor arkadaşlar, kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar. Bu da onlara karıştırılıyor. Ja, prima. Het is steeds te veel, gek. Goed, hè? Ze is vrijgezel. Ja, arkadaşlar, bu boşta. Hallo. Jo, prima. Jo. Zeg dit maar, meneer. Kan je verder gaan? Nee. Die vrouwen zijn nou wel brengen. Bu da kız arkadaşlar, patronum kızı bu. Ze is vrijgezel. Maar je zei net ook al. Ja, maar nog een keer. Ze is vrijgezel. En burada arkadaşlar, Barneveld pazarındayız. İsteyen gelsin. Ik zeg, degene die ja wil, moet gewoon komen. En iedereen maakt even goed de kans, toch? Ergens een chance van. Dus tegen de luis. Luis. Bu da bitler arkadaşlar. Tegen luis. Vlooien. Toch? Luis. Is dat... Geen vlooien. Luis. Luis, hoe noem je dat? Ja, luis. Luis is geen vlooi, maar dat is... Vederluis. Vederluis. Vederluis, ja. Arkadaşlar, luis. Ja, hoe zeggen dat in het Turks?
Hoe zeg je dat in het Turks? Ja, wij zijn niet Turks. Nou, wij, ik wel hoor. Dan moet jij het weten. Ja, dan moet ik het. Ja, Arkadaşlar, bit. We hebben object diyelim arkadaşlar. Ja. Luis. Wormen. Kurt, tegen wormen. Kurt, arkadaşlar. Kurt için. Ja. Vitamine. Vitamin için arkadaşlar. Kuşlarınıza vitamin. AD3E. Vitamine. AD3E. Oké. Okay. Als het heel warm weer is en ze raken gestrest, dan geef je dit. Sıcaktan stres olduğunca bunu veriyorlar arkadaşlar, uyguluyorlar. Als je een wondje hebt, dan ontsmet je hiermee. Bu normal jodium arkadaşlar, yaralar olduğunda bundan tedavi ediyorlar. Bundan bakterileri öldürüyor. Multivitamine. Bu da bütün vitaminleri içerler. Eğitim de maand. Ayda bir sefer bunu uyguluyorlar. Kuur, is het een bepaalde kuur? Ja, één keer per maand. Eén keer per maand, een kuurachtig iets, toch? Ja. Oké, okay. Naast de losse vitamines, zeg maar. Ja. Bu yanı sıra kullanılan bir şey. Bu da super kalsiyum. Dit is voor sterke botten. Bu da kemikleri güçlendirmek için arkadaşlar. Ja, sterke botten. Oké, okay. Welke medicaties zijn geliefd onder dit stukje? Welke gebruiken ze meestal? Deze. Bu en şeyden, tercih edin. Luis warm. Arkadaş, bit de kurt. In de nek. Bir damla şeye. Hij is er nou wel. Ik heb hem gezien. En ze bir tane damla arkadaşlar. En fazla tercih edilen bu. Bir damla. Hij loopt er wel. Hij ging net daar op aan. Hoeveel maanden vrij? Half jaar. Altı ay bir şey yapmanıza göre bir damla arkadaşlar. Ja, dan loop ik je bij. Maar hij is denk eerst daar wat dringen. En dan komt hij denk zo meteen. Ja. Misschien moet hij stappen. Ja. Kom op. Verder, we gaan verder. We gaan verder hoor. Hier heb je nog een levenreiniging. Vet en afvalstoffen. Tegen vet en afvalstoffen. Vet? Vet en afvalstoffen. Bu normalde ja, ve normalde vücuttaki şeyleri gideriyor arkadaşlar. Ne diyorlar ona? kötü şeyleri arkadaşlar, pislikleri atıyor. Jawel. Ja. Dat is heel lang hier gestaan. Dat hadden ze er nog niet meer gedaan. Oh, oh. Waren er nog wel. Antimegabacterie. Oké, okay, maar er is ook een benaming voor die steen die wordt gebruikt. Dat noemen ze steen. Oogsteen. Dat blauwe, dat noemen ze oogsteen. Is dat dit waar het van gemaakt wordt? Dat weet ik niet hoor. Snap je welke ik bedoel? Dit is botontkalking. Botontkalking. Bu normale kemiklerin şeylerini alıyor arkadaşlar. Hallo. Kireçlenmesini alıyor. Antifriz. Bu da diyor şey antifriz. Ja, bu da oymuş arkadaşlar. Hier heb je antiluis. En hoe wordt het gebruikt? Hakt hem in, net als hij aan het verven bent. De naden. Moet dat eens? Ja, maar nou hou ik hem op, want ja. Dat wat aan het werk. Nou, bij Erika weer aan de beurt. Nee, ik ga. Arkadaşlar, bu da normalde şey, yuvalıklara şey oluyor. Sürülen bir şey. Zeggen we in het Turks dat ze moet komen? Ik kan geen Turks en ik ga ook geen Turks leren en ik hoef ook geen Turk. Nee? Zo, duidelijk. Turkisch stem, jongens. Ik wil geen buitenlandse zijn, ik ga op zeggen. Hé, maar ze kunnen heel goed Nederlands hoor. Ja, kan me niet schelen wat ze wel niet kunnen, maar ik hoef ze niet. Doe je best. En als ze hier naartoe komen ook niet. Nee. Het neemt niks aan het groeien hoor. Ja. Hier leren dan waar die Turkleren. Denk er maar even over na, oké? Nee, ik denk er niet over na. Nee. Salah. Türkler istemiyormuş. Herkesi çarşıya davet ediyorum arkadaşlar. Tavşanlarımız var. Çiçekler. Thank you.
Ja.